Het is 1 november en gisteravond is er geloot voor de vierde ronde van de KNVB-beker. En Ajax werd daarin gekoppeld aan IJsselmeervogels. De topklasse schakelde afgelopen ronde FC Emmen uit, terwijl Ajax won van ASWH. Trainer Frank de Boer heeft goede herinneringen aan IJsselmeervogels. Met Lucky Ajax een paar jaar geleden won de Boer met 9-3 en maakte dit prachtige doelpunt. Ajax en IJsselmeervogels treffen elkaar op 17, 18 of 19 december in Spakenburg. En vandaag is het 38 jaar geleden dat Ajax aartsrivaal Feyenoord met 6-0 versloeg. Het werd de wedstrijd van Ruud Gils, die 5 van de 6 treffers voor zijn rekening nam. Het hoogtepunt van de wedstrijd was de 3-0 van Ruud Gils. De spits sprong hoger dan onder andere Willem van Hanegem en kopte de voorzet van Gerry Muren hard en al duikend binnen. Ruud Gils, het is 3-0. Ruud Gils, die zijn 11e treffer van dit seizoen mag. Wat is hij sterk. En vandaag feliciteren we Theo van Duivenbode met zijn 70ste verjaardag. Van Duivenbode speelde van 64 tot 69 voor Ajax en kwam tot 170 wedstrijden. Sinds 2012 is Van Duivenbode weer terug bij Ajax als lid van de Raad van Commissarissen.